Ben je bang voor een volwassene? Als dat zo is, vertel het dan aan een andere volwassene. Bang zijn. Waar ben jij het meest bang voor? Honden? Buitenaardse wezens? Oorlog? Of dat je familie of je vrienden je niet meer aardig vinden? Iedereen is wel ergens bang voor. Als kinderen bang zijn, dan moeten aardige grote mensen ze troosten. Sophie kent veel aardige grote mensen. Mama, papa, de juf en opa. Haar oom is vaak aardig, maar niet altijd. Ze vindt heel veel aan haar oom leuk, maar één ding niet. Dat is wanneer hij seksuele spelletjes wil spelen. Haar oom doet nooit zijn broek uit als mama thuis is. Dan is hij een normale en superaardige volwassene. Maar als mama er niet is, dan weet Sophie wat hij wil doen. Als ze 's avonds alleen zijn, dan kietelt hij bij haar geslachtsdeel. Daarna stopt hij zijn hand in de broek van Sophie en raakt hij haar geslachtsdeel en haar billen aan. Sophie begint te huilen. Hij troost haar en zegt dat hij het niet nog een keer zal doen als Sophie dat niet wil. Maar de volgende keer, als mama voor haar werk een weekend weg is en ze het hele weekend alleen zijn, doet hij het weer. Sophie kan wel roepen, stop, hou op, schreeuwen of proberen weg te rennen, maar dat is erg lastig. Hij is veel sterker en sneller dan Sophie. Veel kinderen kunnen niks doen als er zoiets gebeurt. Ze bevriezen helemaal en kunnen geen woord meer zeggen. Dan is het ook niet makkelijk om weg te rennen of om stop te zeggen. Op een dag belt Sophie haar oom en zegt ze dat ze geen seksuele spelletjes meer wil doen. Ze wil dat hij stopt en zegt dat ze alles aan mama gaat vertellen. Maar dan stopt haar oom met aardig doen. Hij geeft haar geen cadeautjes meer en zegt geen aardige dingen meer tegen haar. Nu maakt hij haar bang. Hij zegt, als je aan mama vertelt wat we hebben gedaan, dan vindt ze je heel slecht en stout. Niemand zal weer met je willen spelen als je ons geheimpje verklapt. Het is jouw schuld. En als je het doorvertelt, dan sla ik je zo hard ik kan. Oom wil niet dat Sophie het doorvertelt. Daarom maakt hij haar bang. Zodat ze het aan niemand durft te vertellen. Omdat als ze het vertelt, andere grote mensen hem laten stoppen. En dat wil hij niet. Sophie is niet het enige kind dat dit meemaakt. Er zijn ook andere kinderen die seksuele spelletjes moeten doen met grote mensen. Het is voor grote mensen verboden om dit te doen. En de wet noemt dit seksueel misbruik. Je kunt het aan de buitenkant niet zien. En de meesten van ons gaan dit niet meemaken. Maar het kan iedereen overkomen. Of je nou van voetbal, ballet, zwemmen of watermeloen houdt. Dus, als jou zoiets overkomt of als er iets gebeurt waar je je zorgen over maakt, vertel het aan een volwassene die je vertrouwt. Toen Sophie aan haar moeder vertelde wat haar oom met haar deed, hielp haar moeder Sophie. Oom stopte met de seksuele spelletjes en niemand is boos op Sophie. Je kunt het aan een volwassene vertellen die je goed kent, maar je kunt ook de kindertelefoon bellen. Daar kun je veilig met mensen praten die weten hoe ze je moeten helpen. Dus heb je vragen of wil je met iemand praten? Dat kan gratis en anoniem met de kindertelefoon. Bel 0800 0432 of chat op kindertelefoon.nl.